om ongeveer 2:20 hoorde ik een hele harde knal eigenlijk. Dus dan zit je meteen rechtop in bed. Er zijn hier een aantal ruiten gesprongen. En aan de overkant en de auto's hier zijn beschadigd hiervoor. U woont ook in deze straat. Ja, klopt. U bent even bang om ook niet in beeld te komen, hè? Het is niet pleis, want het is niet de eerste keer, hè? Is eerst hadden ze een baksteen er doorheen gegooid, toen hebben ze die brievenbus ontploft. Vorige week was het ook raak, bij diezelfde woning. Toen zaten er eigenlijk in elk raam 2 kogelgaten en nu is er een explosie geweest. Volgens mij was het een granaat hoor, want ik lag te slapen en ik hoorde 1 knal. Die knal was echt niet... Ja. Ik heb nu zoiets van, wat is de volgende schat? Heel de straat bombarderen of zo? Het lijkt net wel een Amerikaanse seriefilm. Weet je wat, die mensen zijn daar niet. Er staat een plakker op die deur al een paar dagen dat die woning niet te betreden is. En toch blijven ze... Dus ik ben bang. Ik heb begrepen dat ze een bedrijfje hebben of een winkeltje hebben. Dus of ze worden bedreigd. En die mensen zijn zo bang dat ze zijn ondergedoken. Of er is wat met die mensen. En ze proberen ze op te zoeken en zo bang te maken. Die man die doet, zeg maar, hij werkt in zo'n, hij heeft altijd zo'n busje, heeft hij, vervoer op maat volgens mij. Ja, dat is wat ik weet, dus dat hij hardwerkende man is. Woont daar een gezin of is het alleen hij met een zoon of dochter? Ik weet niet of er meer mensen, maar hij en zijn vrouw weet ik wel. Volgens mij gaat de politie vandaag camera's ophangen ook. Dat geeft dan ook wel weer een wat veiliger gevoel misschien? Ja, zichtbaarheid. Ja, maar of ze echt structureel, langdurig het echt duurzaam het probleem kunnen aanpakken, dat weet ik niet zo.